In deze video heel snel een tip voor als je portretten wil maken of andere foto's waarbij dat je met heel weinig scherptediepte werkt en die weinig scherptediepte gebruikt om eigenlijk je onderwerp extra in de verf te zetten. Ja, dat ga je eigenlijk niet met deze lens doen hoor, maar plus dat we hier ook niet super mooi licht hebben. Maar ik ga van de kleine een foto maken. Eigenlijk is er daar in haar speelhoekje eigenlijk mooier licht op dit moment. Maar los daarvan ga ik even een techniek laten zien waarmee dat je dus een idee kunt krijgen van het autofocus gedeelte van, dus de wazige achtergrond van een foto. Als je zo'n foto maakt, dan is niet elke achtergrond die onscherp is, is even interessant. En hetgeen dat je dan kunt doen, is eigenlijk je camera. Ja, dus dat is nu de 23mm 1.4 lens. Een betere lens om, eigenlijk als je met weinig scherptediepte wil werken, moet je bij Fujifilm al bijna de 56 bijvoorbeeld, 1.2. Of een andere telelens waarbij dat je door het telebereik ook sowieso meer compressie van je onderwerp hebt en van de achtergrond. Je zet eigenlijk gewoon de lens hier, of de body beter, in manuele focus. En dan ga je de lens gaan uit focus brengen. En op die manier creëer je eigenlijk een beeld dat volledig wazig is. En zo kun je dan een idee krijgen hoe dat de achtergrond er gaat uitzien een keer dat je... Het is ondertussen een potlood aan het eten, ik ga dat toch even afnemen. Dat is vies, hè? Niet voor in de mond. Dus dan krijg je ook een beeld van hoe dat die wazige achtergrond er eigenlijk uitziet. Ja, wat het voordeel van deze lens wel is, is dat ik gewoon met die... Die heeft zo'n... kijk, die kan ik naar achter en dan heb ik zo manuele focus. Dus die kan ik wel heel gemakkelijk ontfocussen, dus defocussen eigenlijk. Stel dat ik deze lens nu op 1.4 gebruik om dat te doen. Voilà, ik heb net een heel snel voorbeeldje gemaakt om dat even in de video te laten zien. Maar als je dus die functie niet hebt op je lens, zoals ze noemen dat een clutch, denk ik. Een clutchmechanisme. Dan kun je altijd hetzelfde effect bekomen door je camera tijdelijk in manuele focus te zetten. En dat doe je dan hier met dit ding. Hier, door dit op M te zetten. En in die M-stand kun je dan zelf volledig je focusring verzetten om het beeld volledig uit focus te brengen. En dan kijk je zo rond, dus in die geontfocuste of gedefocuste modus, kijk je dan rond. En zo ga je op zoek naar een achtergrond die interessant is. En dan typisch, dan ga je ontdekken dat eenvoudige dingen, zoals bijvoorbeeld als ik hier nu het licht zou aansteken bijvoorbeeld, dat iets leuk kan. Ik ga het ondertussen proberen doen ook. Dus als je... Kijk, als je nu mijn achtergrond is... wacht, als ik hem uit de focus haal... Kijk, dan zie je op de achtergrond, als ik nu het licht aansteek, dat een heel ander beeld geeft. Ja, nu valt het niet zo heel neig op, blijkbaar. Omdat de zon ook binnen zit. Maar in veel situaties gaat dat een heel ander beeld geven als je daar... als je dat licht aan of uit doet. Dus dat zijn dingen waarmee dat je kunt experimenteren. In die onscherpe, gedefocuste stand kun je op zoek gaan naar leuke dingen. Dingen die er onscherp toch nog interessant uitzien. De foto die ik gemaakt heb is trouwens met dat raam op de achtergrond als voorbeeld. Nu, dat is eigenlijk geen interessante achtergrond, voor alle duidelijkheid. Plus dat ze met haar gezicht of met haar rug naar het licht stond. Dus eigenlijk zou ze sowieso beter zich omdraaien. Kijk maar daar, die tent bijvoorbeeld, dat is nu heel moeilijk te zien omdat daar zoveel licht op zit. Er zit ook een hondje in.